Bij de viering van het Javaanse nieuwjaar, Sassi Suro, op het Onafhankelijkheidsplein gisteren, hebben diverse politieke leiders geroepen om in eenheid, ongeacht etniciteit en geloofsovertuiging, te werken aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Paulson Mohardjo, voorzitter van Partjaya Luhur, tevens staatsadviseur, benadrukte dat het Javaans nieuwjaar al lang wordt gevierd. Echter heeft de regering Santokki-Brunswijk deze dag verheven tot een nationale vrije dag. Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, haalde aan dat in Suriname etniciteit en geloofsovertuiging geen rol spelen in de Surinaamse gemeenschap. Sassi Suro is een goed moment om te benadrukken dat de ontwikkeling van het land beter tot uiting zal komen als elke etnische groep daaraan werkt, meent B. Dames en heren, laten we vandaag met elkaar die commitment maken dat we gaan voor een beter Suriname. Waar liefde voor elkaar de basis zal zijn. Waar eenheid onderling versterkt zal worden. We kennen geen Suriname zonder de Javanen. We kennen ook geen Suriname zonder de Hindustanen, zonder de Blakaman, de Bradenanga Safkunu. We allemaal in Mixranang trouwen een kleine verenigde natie. En daarop moeten we trots zijn. En we roepen op om na vandaag meer dan ooit dat te koesteren. Vice-president Ronnie Brunswijk haalde aan dat de Javaanse gemeenschap een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname. President Chandrika Prasad Santokki benadrukte dat de bescheidenheid van de Javanen hun kracht is. De Javaanse gemeenschap is geïntegreerd in alle beroepsgroepen van de maatschappij, zegt het staatshoofd. If you look at the day, you can think more about the Japanese, not the Eastern Nang, and the mass no belangrijk. And the truth, want the merai go mongo, I'll take me stop me by me, by me, tapi. If the man of them defend by me, yeah, talk. In een financiële nasi ook toe. Dus mijn mensen, ik ben trots op jullie. Mijn tijd ook bataki. De Japanese president is er maar ook toe. Maar zonder eenheid, ik is ook president in de conditie. Zonder eenheid, enkele peel moest de goede president in de conditie. We missen het botto. Daarom heb ik mijn tijd pas om haar te takeren. Mij ondersteun je altijd, omdat mijn subtaki. De bevolkingsgroep in een congres die de akte gesteld, naar de boeskongres maar de heel veel akte gesteld. En ook toe, de Japanese Brederlandse ook toe, hoe ze hebben ook toe akte gesteld. En dan nou aan jullie doro, voor de koepressie in een congres. En dat is die kracht die jullie hebben ontwikkeld, waarvoor wij als Surinamers respect moeten hebben. We kijken ook naar die cultuur. En dat jullie met behoud van jullie cultuur, jullie zorg gedragen hebben. En ik noem zeker de gamelang, dat die plaats krijgt binnen UNESCO om op de werelderfgoedlijst te komen. Dat heeft ook te maken met uw bijdrage wat u levert aan de versterken en behoud van uw cultuur. En zeker uw taal. Maar samen met de andere groepen vormen wij de Natie Suriname. Waarbij wij allemaal van buiten zijn gekomen, met uitzondering van onze inheemse broers en zusters. En dat we allemaal elkaar verwelkomen, elkaar ondersteunen, elkaar de ruimte geven om te ontwikkelen, maar ook om op te bouwen ons geliefd Suriname. Minister Bronte Sommerhaartje van Binnenlandse Zaken haalde aan dat de Vrije Dag niet bedoeld is voor een kleine groep Javanisten. Echter gaat het om een hele grote groep Javanen in Suriname. Het gaat om die 65.000 Jowo die erkenning wilt hebben voor het bestaan. Elke grote groep in Suriname heeft haar eigen dag. En wij moesten onze dag delen met onze inheemse broeders en zusters. Jullie weten, wij Javanen houden van delen. Want wij leren, als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Maar we wilden onze eigen dag. Een dag waarin we worden erkend voor het helpen opbouwen van Suriname. Een dag waarin we worden erkend dat we ook de moeilijke tijden meemaken. En wanneer wij moeilijke tijden meemaken, une chowo ne pina. Desnoods eten we changa bening.
Desnoods eten we Janga Benin totdat er weer goede tijden komen. Somohardjo hield de Javaanse gemeenschap voor dat hun strijd voor een vrije dag vruchten heeft afgeworpen. Nu moet er strijd geleverd worden voor een rechtvaardige Suriname, waarin de Javaanse gemeenschap meer inspraak kan hebben.